Ja, jullie zien Karin staan. Die is onverwachts gekomen. Dus ja, ik moest weer huilen, want ik had het totaal niet verwacht. Maar waar zijn we? Op Willemsoord, CQ de Oude Rijkswerf, CQ mijn achtertuintje. Waarom? Nou, het lichtshow. Ja, daar gaan we. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag weer bij Corina en de Beestenboel. Het is vandaag reeds zondag, de 12e van de 11e 2023 en we leven al schrik niet om, ja, het is net 1 minuut erover. 1 minuut over 3. Ja, en ik pak jullie nappers bij. Ik heb wel weer de droge draaien, want het was nog niet droog vannacht en daar baal ik dan van. Nee, het kast droog staat hier, maar hij was niet droog. Nee, bedden goed. Maar ja, hij draait nou weer. Hetzelfde riedeltje. En ik wil zometeen met die kerstboom. Dus ik ga straks eerst met mij eruit en dan ga ik herrie maken. Dus de kast leeghalen, eerst de boel achter de bank weghalen, deze kant op schuiven. Kast leeghalen, die kist eruit. Dan kan die daar staan. En dan de vaatwasmachine aan het werk gaan zetten en dan naar boven toe een kleed strijken en de kerstboom halen. Ja, en ik ga nu even een pil innemen. Ja, en wat voor een pil? Nou, ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee, paracetamol Lin. Ja, dat zat in het blauwe rondje, Lin. Dus, dat zijn zachte capsules, wordt sneller door je maag opgenomen. Nee, maar het helpt niet altijd meteen bij mij. Helaas niet. Werkt het maar meteen. Soms moet ik er meerdere innemen voordat dat wil, maar... En toch is het 500 milligram. Ja. Lekker watertje. Dus ja, dat dus. Dat gaan we vandaag doen. En, weg jij. Dus, dan neem ik jullie gewoon gezellig mee. En buiten zal er wel niks te beleven zijn dan dat het wel mooi weer is. Eindelijk maar toch, mooi weer. Ja, ik had wel een heleboel bewolking erbij, blauwe lucht. Hier en daar een heel klein kwartstreepje, maar dat... is niet zo'n grote ramp dan wat ik gisteren voor mijn ogen kreeg. Dat was echt bizar. Ik heb die foto gepakt. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Zal ik het jullie ook even laten zien. Openen met. Niet met mijn programma, maar met foto's. Dan ga jij er even weg. Echt. Bizar, mensen. Echt bizar. Ja, echt bizar. Ik ga die even omdraaien. En dat is dan in Apeldoorn. Nou, dat noem ik dus niet normaal.
normaal meer, hè? Of tenminste, dat worst in Apeldoorn. Nou, ik vind dat echt niet normaal. Echt bizar. Dat doet Harp dus, hè? Ja, dat doet Harp. Kan niet anders. Dat is gewoon bizar. Ja, echt. Dat kan niet anders. Heb ik nog meer van die dingen? Nee, nee. Oh ja, dat is een leuke. Ik denk dat is geen bewolking. Maar ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Er staat op dat eerste bord die voetgangers op fietspad. Dan ga je naar die fietsers afstappen. Fietsers afstappen. Wat houdt dat in, denken jullie? Wat zou jij dan doen als jij daar aankomt gereden? Wat ga jij dan doen? Wil ik van jullie eens weten. Fiets je lekker door of zeg je nee, ik moet afstappen, dat staat op het bord. En wie weet krijg ik een boete omdat er misschien ergens een politie verscholen staat. Kan toch, want ze zijn daar aan het bouwen. Ja, die 22 herenwoningen, dus ja, je hebt altijd kans dat er een politie ergens staat. Je weet me nooit. Ze kunnen gedekt opgesteld staan. Dus ja, wat ga jij doen? Want wij, voetgangers, lopen op het fietspad. Want er is ergens nergens geen trottoir meer. Dus die fietspad moet gedeeld worden tussen de fietsers en de voetgangers. Dan willen ze hebben dat de fietsers dus afstappen. Ben je verplicht, dat staat op het bord. Maar wat doe jij? Ik wil het van jullie allemaal weten, van al mijn volgers. Dus zet het maar mooi onder de video neer en laat het me weten. Ja. Dat wil ik graag weten. Echt waar. Ja. En dus. Nou ja, dat komt wel goed. Hopelijk. En ik wens jullie voor de rest van de dag een heerlijke middag. Geniet ervan. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, want ik haal jullie er gewoon lekker erbij als ik aan het rommelen ga. Ja. Dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, tot dan. Hé, hey. Ja, daar zijn we weer. Ja. Nou, jullie zien hier al die bakken staan, achter de bank. Die gaan we eerst even verschuiven, die kant even op. Dan gaat die kast open en er komt heel veel uit. En ik zit met mijn rug naar jullie toe. En ja, ik weet even nog niet hoe ik dat hebben moet, zodat jullie het kunnen zien. Want ik rij en doe heen en weer. Ik denk dat ik jullie een beetje aan deze kant zet. Oeh. Ja. En misschien dat ik. Ik ga even jullie verlengen. Ja. Helemaal verlengen. Komt er nog eentje uit. Zo. 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 Deze ook naar beneden. Kan die weer dicht, die naar beneden. Kan die ook weer dicht, die naar beneden. Kan die ook weer dicht en nog één te gaan. En jullie schommelen alle kanten op behalve de goede. Maar dat maakt niet uit. Komt wel goed. Nog één. Voilà. En dan kunnen jullie op de grond staan. Dan moet je die kast zien te versieren vinden. Waar is de kast? Ja, daar is de kast. En daar staat de spullen. Dus ja, dat dus. Hup, naar achter een beetje. Anders kan ik er niet door. Hier. En dan komt dat gat, denk ik, in mijn vloer. Daar kan ik ook niks aan doen. Die doe ik zo. En dan is het deze. Ik sleur het maar aan. De motorkraat die kan hier staan. En dan kan die er weer op. Ja. En dan pakken we deze.
helemaal bar. Hé, mijn meisjes. En dan gaan jullie eens een stukje naar voren. Zo, trek het knuffeltje. Niet? Lekker ding. Lekker ding. En dat komt nu, want jullie zien in de poort, in de schuttingsdeur, zien jullie alles wat daarvoor gebeurt. Ja, op het parkeerterrein. Ja? Dat zien jullie in die poort. Kijk ook niet zien doen. Ja, daar straks niet meer, want er staat de boom er. Ja. Ja, echt waar. Nou. Een zak met snacks. Die zetten we daar neer. Thank you.
Nou, lieve vrienden, dat is de afdeling De Kast. Ik doe jullie weer even uit en ik kom straks alweer retour met jullie. Ik moet toch naar boven, et cetera, kerstkleed strijken, de kerstboom halen. Ik wil mijn koffie even opdrinken. Ik moet de meisjes eten geven. Dat geeft nogal wat lawaai, die brok in die lege bak. Want hij is leeg. Ho, daar gingen jullie bijna. Hij is leeg. Ja, rummeltjes. Nou ja, oké. Okay. Dus dat geeft een hoop herrie, want het is maar een blikken bak. Niet roestig staal, het is van blik. Ja. Dan wordt er beweerd dat ze van roestig staal zijn. Nee, roestig staal is ten eerste zwaarder. En blik roest wanneer je ze niet bijhoudt, niet schoonhoudt. Dan gaat dat roesten. Ja, en dat is dus in het verleden van Elwing gebeurd. Want het beestje kreeg dus gewoon op balkon wel drinken en alles. Maar er werd niks schoongemaakt. De bakken waren allebei roestig. Dat Karen die heeft bloed, zweet en tranen gekost om ze weer schoon te krijgen. En Karen die denkt ook dat het roestig staal is. Nee, lieve schat, het is niet roestig staal, het is blik. Ja, daarom zijn ze ook zo licht. Het is veel normaler zwaarder. Maar in ieder geval, ik ga hem eventjes ook schoonmaken en dan krijgen ze er opnieuw eten in. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot zometeen maar weer. Ja, daar zijn we weer. Ja, jullie zien de kist er staan. En ik heb hier een kerstkleed en die gaat er gewoon lekker eroverheen. En we gaan gewoon weer lekker door, hoor. En ja, ik had het toch versneld afgaan zometeen weer. Met editen en renderen enzovoort. Andere week weet ik van wanneer. Thank you.
Maar ja, oké, lieve vrienden. Jullie zien wat ik aan het prutsen ben. Maar jullie moeten ook aan de lader. Dus ja, dat gaan we doen. En ik zie jullie later. Halverwege ergens. Ja, ik weet het niet. Maar dan zien jullie weer. Zeggen, doei! Ja, jullie zien Karin staan. Die is onverwachts gekomen. Dus ja, ik moest weer huilen, want ik had het totaal niet verwacht. Maar waar zijn we? Op Willemsoord, CQ de Oude Rijkswerf, CQ mijn achtertuintje. Waarom? Nou, de lichtshow. Ja, daar gaan we. Wel ook om het overige verkeer, want het is druk, lieve vrienden. Ik moet oversteken, ik moet uitkijken. Mooi. Echt. Ik heb hier de perfecte shot en dan. Ja. Ik heb hier de perfecte shot. Ja, dan blijft die auto staan. Ja. In plaats dat die. Schijt. Dan doe ik het zo. Ga een beetje een stukje naar voren of zo. Denk ook aan anderen. Zeg ik dan. Ja, ik zie niet eens waar ik een foto kan maken. En zo er iemand hier de naaste. Nee, natuurlijk niet. Heel mooi. Even van de andere kant. Ja, tuurlijk. Waar staat dat ding eigenlijk? Ik weet niet eens waar dat ding staat. Oh, daar! Juist, ja. Nou, we gaan het overvliegen. Naar Karin. Ik zal even inzoomen. Is mooi hoor. Waar je eerst naar de sluitschuur kan je ook hier naar de kant. Kan je eerst hier wel even lopen fietsen en dan naar de sluitschuur en dan het is het voor naar de campagne.
een bril. De eerste doet het lekker niet, die is al stuk. Van hier iedereen te, je kan je vriend. Ja.
heel schattig, maar wel heel klein. Kan ik ervoor staan? Dat moet u vragen. Ja, ik ben toch lager dan jullie. Een stukje naar voren. Ik geef hem een zeventje. Hoi. Ik ga even zeggen dat... Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Verschijnen overal. En nog even een shotje. Wat laat. Ik weet niet om hoeveel tijd dat gebeurt. Dat weet ik ook niet, man. Maar daarom heb ik hem gewoon nog vast gaan. Ja.
gaat nog verder, ja. Hè? Anders, hè? Ja. Leuk en leuk hebben we dat er ook op door. Ja, dat is wat ik ook al naar te kijken. Geen komisch te vinden. Het hoort er niet bij. Het is het gebouw. Dag liefhebbende dochter van mij. Is het zo? Ja, schat. Oh. Ja. Geen idee. En waar zijn wij nu hier? En bij Royaal. Bij Royaal. Yes, bij Royaal. Op Willemsoord. En wat gaan wij hier doen? Patatje eten. Patatje oorlog wel te verstaan. Jij hebt nog niet, maar ik heb wel. Ja, want ik heb het zacht gebakken. En ik heb een watertje erbij. Dus ja, Karen die moet nog. En dan weliswaar in een Lipton-glas. Maar dat maakt niet uit. Ik zal zo meteen wel even vragen voor u. Dat maakt niet uit dat er Lipton-glas is. Lipton, ja. Lipton, weet ik hoe u het uitspreekt. Gewoon lip en een ton. En dus. En jij zit. Niks te doen. Niks te doen. Te spelen zat je. Een spelletje. Ja, Pokémon. 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 Ja, en mijn patat is nog gloeiend heet. Dus dat kan ik nog niet eten. Nee, want dan verbrand ik me alsnog.
Dat is leuk, joh. Nee, ik heb één keer ooit mijn mond verbrand en dat laat niet een tweede keer gebeuren. Nee, jammer. Nee. En dus. Maar ja, we gaan gewoon zo meteen lekker even genieten. Mm-hmm. En daarna ga ik weer lekker pleiten in de auto. Ja. Dus het komt helemaal goed. Tot. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet met ons mee en tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben nog niet ver gekomen met de boom, want jullie weten het. Karin die kwam onverwachts. Toen heb ik enkel de onderste gedeelte maar neergezet. Daar staat hij. Ik zie het zelf niet eens. Kun je nagaan. Deze. Ja, het onderste gedeelte. Die staat erin. Moet het nog helemaal uit elkaar halen. Maar Karin die nam mij mee. En jullie natuurlijk. Naar de lichtshow. We zijn op bepaalde punten even geweest. Maar ja, Karin die wou lopen. En dat was ook wel nodig. Want het was te druk om met de auto's dat te doen. En het is vandaag droog gebleven. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus ja, een paar lichtpuntjes gezien. Speciaal voor jullie komt dat ook in deze vlog. Dus denk erom, het wordt een lange zit voor jullie. Want ja, daar gaan we ook mee verder. De kerstboom. Ja, maar ik ga nou eerst even genieten van een bak koffie. Ook hebben we lekker zitten te eten, Karin en ik. En ik heb wat leuks gekregen. Een glas van de heer Maars. Ja, nou leuk. Er staat een leuke embleem op van Lipton, oftewel Lip. En een ton, een regenton. Maar ook kreeg ik van Karin wat. Ja. Ik zet jullie even neer op de grond. Dat is een hartje. Met een hondje erop. Nou, ik laf. Ik hou van mijn hondjes. Dus laf mijn dak. Ja, en wat zit eraan? Aan het halsbandje, zeg maar. Dat is een QR-code. Ga eens even. Ja, dat is. Moet je verruiken, schat. Moeten jullie allebei verruiken? Denk je om de camera? Er zit een QR-code op. Als je daarop inscant, kom je ergens op iets leuks terecht. Ja. Ook op mijn poort zie je ook. Een QR-code, dus loop je langs, weet je waar ik woon. Nou ja, dan hangt daar een QR. Je scant even in en dan kom je op iets leuks terecht. Waarop? Dat zien jullie dan wel. Ja. Maar oké, ik ga nou van een bak koffie genieten en Kandel hem binnen laten, want die loopt achter de deur te zeuren. Dus dat gaan we gewoon even doen. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, de verlichting zit erin. Maar is dat vastgebonden? Ja. Aan touw, dat moet ik nog versieren weer met de slinger. Naar de lamp toe. En naar het kozijn toe. En van onderen, het staat een beetje slapjes, maar ja, hij staat vast. Hij kan in ieder geval geen kanten op. Nee. Neus met het touw. Ik weet niet of jullie het al zien. Kijk, touwtje. Ja, hij staat wat slapjes, maar ik moet hem nog aantrekken. En dat gaan we ook wel doen, maar ik moet eerst helemaal klaar wezen met ook versieren. En het is al reeds 23:47, lieve vrienden, dus het wordt voor mij
nachtwerk en ik heb ook nog geen vlog in elkaar en ik heb nog niks gedaan. Maar dit gaat nou eventjes voor en ik geloof dat er vanmorgen nog een vlog online staat, tenminste op YouTube, dus die komt vanzelf morgen. En dan moet ik er morgen gewoon weer eentje maken voor overmorgen, dan loop ik lekker op achter, maar dat doe ik er niet toe. Nee, komt vanzelf wel weer goed. Als ik die boom maar klaar heb, dan ben ik in mijn sas. Ja. Nou ja, we gaan er verder mee en ik laat het jullie straks wel weer eventjes zien. Ik heb even een pauze, want ik ben net klaar met de verlichting. En ik moet nog even één snoer eventjes inbinden met een bindertje aan de poot van de boom. Eentje zit er eigenlijk al vast, maar ik moet deze nou even nog bij elkaar rapen. Met die. En dan een bindertje eromheen en aan de poot van de boom. En het is inderdaad naalden op het kleed. Ja, maar ook op de grond. Ja. Maakt niet uit. En daar ligt onze Elwing. En die andere, kleine meid, die legt, geloof ik, daar in de mand. Ja, dus. Ja, dus dan ben ik wel weer trots op dat ze zo lief zijn. Ja, helemaal trots erop. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie nog doen, voordat jullie naar bed toe gaan. En tot later! Thank you.
Thank you.
zoals jullie zien, zitten de ballen erin. En hij wordt nou goud van kleur. De piek, maar die ging er net weer scheef staan, dus die heb ik weer recht gezet. En een takje erbij in. Dus ja, morgen zien jullie beter overdag. Er moeten dan nog slingers in. Maar ik neem eerst pauze en ik zit jullie weer aan de lader, want jullie draaien overuren. Ja, echt waar. Jullie draaien helemaal overuurtjes. Ze hebben niet gewend, zeg maar. Maar het komt goed. Dus hou gewoon vol goede moed. En tot later. Zo, lieve vrienden, ja. Het is alweer reet. Schrik niet. Andersom. 6:06 in de ochtend, nacht, maandag. Ik wil nog slapen. Ben net klaar. Ja. Enkel de eettafel, dat moet nog. Daar is één dikke, gigantische puinhoop. Maar dat komt nog goed. Ja. En, ja, ja. De boom is klaar. Met goud, brons en ja, koper. En de tafeltje is klaar. En ik heb mezelf maar even getrakteerd op een wijntje. Want daar ben ik wel aan toe. Dus ja, dat dus. En dan gaan we straks naar bedje toe. En de wereld is hier klein. Ja, ondanks dat het donker is, dan is het ook klein. Maar het is ook mistig. Ja, dus. Maar ik ben weer zeer tevreden en zeer blij met de hele avond dat ook Karin onverwachts voor de deur binnenkwam huppelen. En dat terwijl ze ontiegelijk veel pijn heeft. Maar ja, ik heb er weer even gezien en geknuffeld. Moet kunnen. Ja. Nou, zeg er maar wat van. Hoe jullie het vinden. Ja. Tot later. Oh nee. We draaien jullie nog eerst even weer om. Daar zijn de meisjes. Dus ja. Nee, we gaan ook gelijk welterusten wensen. Ja, dus ik zeg welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei. Silent night, holy night, shepherd's quest.